Wie heeft de foutste kledingstijl? Goeie vraag. En Nico, of? Ik was eerder naar Arthur, maar die speelt niet bij ons. De foutste kledingstijl. Ja, wat valt nog mee, mensen? Valt echt nog goed mee. De Nubo kan af en toe wel die straffe broek komen op training. Op training. Dat is echt een moeilijke, want wij komen allemaal echt gewoon in trainer en zo naar de voetbal. Dus. Ja, zeker. Maar vorige week heb ik toch iemand echt een blunder zien begaan. De Nubo heeft vorige week toch zo'n kort shirt en die Maria Burg marginale trainer over, dus ik vond het wel een beetje fout. Ja, en dan niemand. Maar voor de rest. Ja, ik denk dat er niemand vliegt is met een heel verkeerde keer. Die toch in Ik niet dat wij echt iemand hebben met een hele foute kledingstijl. Ah, de Maas komt juist binnen zijn in joggingbroek. Nee, ja, dat kan ik niet. Dat zou goed niet geweest zijn. Vorig jaar is Jerry een keer na een match zijn sokken, lange sokken over die zijn broek getrokken en dan echt ook van. Doe aan bij soms. Nou, dan zit jij ook wel. Ja, ik heb dat anders dan ook wel op zijn zondag zien komen. Ja, maar okay, dan, ja. Sowieso een heel brede trainingsbroek en ik denk dat de Palmer dat hem op zijn zondag is, dat hem ook wel vrij fout kan. Die komt ook in een dikke joggingbroek, ja. Je zit om hier te trainen. Ja, dus. Dus dat is ook wel... Ja. Maar ja, Nico. Nico komt ook gewoon altijd trainingsbroek en gewoon een trui erover en dat is het gewoon. Casual. Ik heb er zin in. Ah ja, met zijn sokken zo. Bij de Nico. Ah, ik pak ook de Gerre. Ze sokken altijd boven zijn knieën. De Nico. Weet je nog? Ja. In Blondig. Nico die pakt af en toe nog iets mee van de gasten van de school, denk ik. Dat ik ook een 14 meug en die komt af en toe. Nee, ook dingen uit de hoek wel. Maar weet je wel, ik stel dat wel. Weet je niet meer met een teamvoeding die had zijn truisterste voornaam? Je had dat gezien, zie je Nico. Waarom doe je dat? Omdat hem. Van voor een gat had hem dat omgedraaid in de VRO-lijn. Oh, had hem dat omgedraaid. En dat hem dat ding is van Apollo knoopt nog wel verklaard. Laat zien, komt gaan naar beneden met hem. Dus waar je die ermee uit? Dus Nico, wat doe jij met dat gat? Ja, ik doe dat van echter, dus je doet dat doet. Dat hem dat Apollo van de kant. Apollo van de kant, in stad. Ja. En je er nog een feestje, hè? Ja. Amai. Dat was helemaal, ja. Bij de stijl, de Nico. Toch wel. Echt wel een bij. Dat is een goeie. Zo is de Nico.